Hey, de volgende gasten. Ja, het is een drukte van belang. En het is leuk. Ik ga hem Jorre Geleien ontmoeten. Oes Valkenberg. Dan moet hij dadelijk ook weer naar druk. En ze even benieuwd wie het alweer voetbal wordt. Laat ik even huren voor de Guus Smeets. Yay! Guus, wie wordt het alweer voetbal? Bist u überhaupt doorgeweer? Ik ben doorgeweer. En Roger, ik moet zeggen, ik voel me erg vereerd. Ik ben natuurlijk ook een oude knakker. Maar wow. Hier ben ik dan, hebben ze uitgeroepen als het volkslied van Valkenburg. Wauw, ja. Hier ben ik dan. Nou, ik daar vandaag niet op het repertoire staan. Ja. Oké, dankjewel Guus. Guus, bedankt. En tot volgend jaar. Dan moet voor even naar de geluidsman kijken. Dan moet ze toch maar beginnen met hier ben ik dan. Ja, echt hoor. Dan moet ze even doen. Ja, vind ik waar. Ja, want dames en heren, dan moet ik refereren aan de historische uitspraak van Mark Hermans. Jaren en jaren geleden. Ja, komt ie. Vastelavond is een serieuze zaak. Ja. We beginnen met hier ben ik dan. Is goed, jongens. Oh, dankjewel, Guus. En dat zag je dan nog met zo'n print. Ja. Fantastisch. Ja, de wet staat al dadelijk LP's voor dich klaarleggen. Ja, dat is het. Ja. Handel. Super. Oké, laat maar komen. Hier ben ik dan. Ja. Jongens, hebben we goed metklappen. We zijn niet voor niks hier langgaan. We zijn die Hennekes. Ik houd van bier en van plezier en van lekker stappen door de duur of weer aan het buffet. Doe niet goed met een heerlijk pilsje en een lekker sigaret. Ik voel me goed, ik heb goede moed en me lekker aan me zeren, dat zit me in het bloed. Kom ik dan toes, diep in de nacht. Ik maak mijn vrouw dan wakker en ze kunnen er lang. Mia, hier ben ik! Jongens, laat ik werken! Hier ben ik dan, hier is die de man. Ik denk dat laat met ook ik niks aan doen. Ik kreeg een rondje van mijn vriend en toen werd ze vingert zing. Een verpelsje te laten stoon. Hier ben ik dan, hier is die de man. Ik denk dat laat met ook ik niks aan doen. Ik kreeg een rondje van mijn vriend en doe het, ik ving het zing. Hem zo'n pilsje te laten. Halleluja, met z'n allen! Jongens, het kind halen, kom op! En lang, lang leven het lekker weer. Halleluja, en lang, lang leven het weer. Ik heb al geluk, maak mich niet druk. En zit ik in de koffie op mijn eigen kruk aan het buffet. Doe ik goed met een heerlijk pilsje en een lekker sigaret. Ik voel me goed, ik heb goede moed. En mich lekker aan de zere, dat zit me in het bloed. Kom ik dan toes, diep in de nacht. Ik maak mijn vrouw weer wakker en ze met een lach. En de golven, jongens. Hier is in de man, ik ben laat net op je niks aan doen. Ik kreeg een rondje van mijn vriend en doe het, ik ving het zing. Een zo'n pilsje te laten stoon. Hier ben ik dan, hier is in de man, ik ben zat net op je niks aan doen. Ik kreeg een rondje van mijn vriend en doe het, ik ving het zing. Een zo'n pilsje te laten stoon. Hij wil die Duitse gasten. La 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 la, la 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 la. Hier ben ik dan, hier is in de man, ik ben gezat en ook hier ik niks aan doen. Ik kreeg een rondje van mijn vriend. En doe het, ik ving het zing. Hem zo'n pilsje te laten stoon. Halleluja! Halleluja. Lang, lang leven het lekker weer. Halleluja. Lang, lang leven het weer. Wow. Dankjewel! Goed zo, Guus. Het volkslied van Valkenburg. Ja, ik ken dat nog. Ik ken dat nog. En 24 jaar geleden, Roger, heb ik dat geschreven. Dus ik voel me nu een kwart eeuw. Het is een jubileum. Het is eigenlijk jammer dat het geen dubbel getal is in het kader van carnaval. Ja. Hè? Ja, maar goed, maar dat doet.
de humor van die het marktdicht ingesproken, of hebben ze dat van zichzelf? Ja, we hebben een beetje voorbereid eigenlijk. We zijn samen naar de sauna geweest. Ja. Oh. Dat is een goeie. Ik kan toch niks zien. Hey. Ja, maar hij ook net. Hey. Oh, sorry, ik ook net. Nee. Hey. Wel in die rol blijven, man. Sorry. Hey, weet ze wel dat het een gemengde sauna was? Nee, dat ken ik niet. Ik ga dan alleen maar aan het wassen. Je voelt toch ook vrouwenstemmen? Ja, dat wil ik zeggen. Jongens, dit is echt heerlijk. Dit is vast over. Die grap van de week heb je gezien, kwam Mark met een stek naar binnen. Ik viel binnen met de stoel. Maar dat is gelukt dat Roger zijn gevoel voor humor heeft. Dat is fantastisch. En dan kun je het ook in het juiste perspectief. Ja, geweldig. Ben ik helemaal met de geest. Zo moet ze toch zien, Guus. Ja. Jongens, wie ik vorig jaar tweede ben geworden op het PLK, heb ik een nummer geschreven. Here We Go. En Leide Bruin, een goede vriend van me en ook producer en arrangeur, en zei, ja, dat kan ze niet maken. Een blues harp en een polka. Ik zeg, Leide, ik wil het zo hebben. En zo heeft er het ook opgenomen. Dat gaan we van horen. Ja, ik vond het leuk om hier te zijn. Een beetje Engels, een beetje blues. Maar voor u allemaal een schone vesselavond. Here we go. Here we go. Het was in de café, daar was niet veel te doen. Toen kwam de Johnny binnen, ik ging bij Roger Peters doen. Hij pakte zich de microfoon en slaagde in de kreet. En op niet van niks, wordt er stemming in de keet. Het refrein is, here we go, heel makkelijk. Here we go. De stemming zoet goed in. Johnny gaf een rondje en riep schotteren in. Het wordt alsmaar later, maar zonder travelan. Johnny riep, here we go, ik ben die vaste klant. Jongens, here we go, en ik over. 1, 2, 3, here we go. Overal door Johnny's in de kreet. Here we go, is zo eenvoudig, dat vergiet de nee. Jongens, laat ik weer. 1, 2, 3. Here we go. Fantastisch, here we go. Weet je, wat ik me zoveel van hoort, op het laatste die versnelling erin. Ja, leuk hoor, die tempo. Ook voor mij heen is dat allemaal het fijnste. Ja. Langzaam ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen, en veel mensen zijn niet eerlijk, maar dat is een idee van mijn huidige vrouw Mia. Daar staat ze niet. Ja. Mia, goed gedaan. Die helft van snel tempo. Ja, goed, Guus. Totdat de pacemaker het verrekken, jongen. Hele goeie. En dan kiezen ze nu batterijen, Guus. Ja, ik denk toch eens het einde weer terugbrengen naar het trager, maar dat doet ze niet. Het einde wordt happy end, wordt bam, hè? Ja. Toch? Hier zit de baas, jongens. Ja, ik vond het een geweldig liedje, trouwens. Absoluut, heel leuk.
Ook de harp en de polka, dat snap ik niet. Maar goed, die combinatie maakt het wel heel spannend en heel verrassend. Guus, het liefst de mensen verrassen. Zo steeds ze met één been in het graf. Nee, dat is een 24 jaar geleden een bacheletje geschreven. Dat is even dezelfde babyboom-generatie. Dus ik ken wat ze doen. Kom er goed samen de jaar net op. Hey, Guus, de motsocht terug naar Valkenberg. Ja, ik heb... Jelle, vind het misschien leuk voor de mensen in Parkstad. Ik heb met een oud-prins van vorig jaar, Jeff Blume, over een seniorenzitting. Nu kunnen ze zeggen, ja, dat is niet zo spannend, dat doen ze overal. Maar eigenlijk senioren die een beetje eenzaam zijn. Maar die geven dat niet toe. Hè? Als je eenzaam bent, zegt, nee, ik ben niet eenzaam. Ja. Maar via een zorgcentrum hebben die wij dit route pakken. Ja. En ik heb een low budget voor alle artiesten die er komen. Hebben een geweldige setting georganiseerd. Wel leuk. Oh, fantastisch. En dat begint dadelijk. Het begint dadelijk. Ik moet mee presenteren, mee zingen. Zien wie mooi dat carnaval verbroedert, hè? Fantastisch, Roger. Het is echt een verbroederingsfeest. Maar ik houd de spreuk van Mark, de holy trainer. Ja. Dames en heren, vastloven is een serieuze zaak. Bedankt en tot ziens. Guus, dankjewel. Leuk dat je nog eens even gezien. Ja, weet ons gesproken hebben. Guus had het goed, hè? Ja, dan mogen ze even kijken, Kalle. Doe ik ook, Mark. Dat is allemaal gemakkelijker. Ja, dat is allemaal dat ingewikkeld gedoe. Al is het nog niet zo, maar toch. Hé, vergunning door de volgende. Of natuurlijk. Het geeft gewoon een ene. Oh, Guus, welke plaat wil ze trouwens metnemen? Oh ja. Ik hou voor dich eigenlijk ja, dat is de Blumkes uitgezocht. En dan hot dich vast. Dus dat is misschien inspiratie voor de nieuwe song. Ja? Ja, hey, Guus, even de plaat metnemen. Is maar een tientje, alsjeblieft. Ja. Mark, ik moet ervoor signeren. Ja. Dat ziet het. Nee, dat hoeft niet. Die luzie dat wel, hoor. Ja.